Ben jij betoeterd? 1, 2, 3, 1, 2. En we zoeken eigenlijk nog een trompetist, een trommelaar en een klarinet. Ben je betoeterd? We hebben op dit moment 12 muzikanten. Het is vanaf vorig jaar zomer is het langzaam gegroeid. We zijn met z'n zessen begonnen. Na veel voorbereidingen zijn we met z'n zessen begonnen. En we hebben nu ongeveer 12 mensen die maandags, iedere maandagavond bij elkaar komen. Zelfs als Wasmank, we rekenen geen contributie. Je bent vrij, je komt maar als je wilt blazen of wilt trommelen. Je bent vrij om te gaan en te komen wanneer je wil. Hoe lang heb jij niet geblazen voordat je bij deze ploeg kwam? Ik heb 40 jaar niet geblazen. Ik heb vroeger ook trompet geblazen bij Soli in Driehuis. Daar heb ik eerst getrommeld en toen ben ik later trompet gaan blazen. Ik heb alleen noten leren lezen, dat was eigenlijk het probleem. En toen heb ik Klaas gesproken. Klaas vroeg of ik idee had om te willen blazen. Ik zei, nou dat wil ik wel doen. Ik zei, maar dan wil ik ook echt noten leren spelen, ook leren lezen. Zo. En zodoende is het een beetje begonnen. 1, 2, 3, 4. Ben je betoeterd? Toen kwam ik bij een antieke en die had een oude tuba. Had hij in de etalage staan. Enfin, ik stel die vent, ik geef er 16 voor. Er hing een prijskaartje van €180. Maar dat ding zag er niet uit, ook met deuken en dergelijke. Dus dat, ik zei nou, toen ben ik weggegaan, een week later ben ik heen gegaan. Ik zeg, hoe is het dan eigenlijk? Ik zeg, kan ik het ding nou meenemen voor 16? Hij zei nou, €80. Ik zei nou, vooruit. Ik zeg, dan neem ik hem mee. En ik ben een ding aan het uitduiken gegaan. Leuk, hè? Ik heb het ding een beetje aangeduikt. En het ding speelt voortreffelijk. Ben jij betoeterd? Hebben jullie bepaalde eisen? Wat is het niveau zeg maar, van een, iemand die trompetist of die trommelaar? Je moet zelf al noten kunnen lezen en je moet natuurlijk wel een muzikale achtergrond hebben. Want je moet eigenlijk aan kunnen schuiven. Wat is het repertoire? Wat voor liedjes worden gespeeld? Nou, op dit moment zijn dat wat bekende liedjes. Wat walsnummers, wat andere bekende nummers, dorp. Hoe is de sfeer op maandagavond? Prima. Heel laagdrempelig, gemoedelijk. Wil ook wat nieuwe mensen hebben die ook een beetje in dat gemoedelijkheid passen. Ja. Kunnen mensen ook gewoon vrijblijvend een keer langskomen met een trompet of zonder en dan even polshoogte nemen? Ja, kijken. Muziek hebben we, want het kost niks. We hebben muziek, we hebben nog wat oudere muziek en we bestellen wat muziek via internet en dat soort dingen. Als iemand zegt ik wil op een maandagavond mee blazen of mee trommelen, komt hij maar. Thank you.